De heek. Een waanzinnig mooi visje, maar ook gewoon zwaar ondergewaardeerd. Wij Nederlanders doen er niet zo heel veel mee, maar de heek is vooral bekend in de Zuid-Europese landen. Ze hebben Spanje, waar ze dat ook Maluza noemen. Heek is een, simpel gezegd, een beetje een mix tussen kabeljauw en schelvis. Het is meer familie richting de schelvis. Het is een zeer smaakvol visje, maar hij is ook zeer kwetsbaar. De structuur van de vis is namelijk erg losjes. Daar moet je wel een beetje mee uitkijken als je de heek gaat verwerken of fileren. Deze komt uit onze Europese wateren, maar je hebt natuurlijk ook buiten het seizoen kan je natuurlijk ook kiezen voor een andere variant. Want namelijk deze heek komt ook voor, zeer veel voor in de wateren rond Zuid-Afrika. Nou, wat kan je doen met dit visje? We kunnen dit gaan fileren, maar wat ook kan is een mooie motor maken van dit exemplaar. En ik gaf al aan dat de vis natuurlijk erg kwetsbaar is, omdat die structuur is vrij losjes. Daar kan je wel iets aan doen, mits de heek vers is. Voordat je het gaat verwerken, laat het minimaal van een halve dag in een soort zoutkostje leggen. Dus bestrooid met zout en dan wordt de heek zelf een beetje steviger. Kijk natuurlijk altijd naar de kwaliteit, hè? De mooie ogen. En hij moet natuurlijk ook lekker fris ruiken. Je moet de zee ruiken. En hij moet natuurlijk ook gewoon een beetje met een beetje die slijm zitten. Dat betekent dat je vis niet droog is. Je kijkt altijd even naar de kieuwen, of dat oké is. Zijn de kieuwen wit, dan is het eigenlijk al een beetje een kansloos exemplaar. Ik zou ook nog even zeggen, kijk uit als je de vis hanteert voor die scherpe tandjes. Ze zijn heel klein, maar vlijmscherp. Dus voorzichtigheid is geboden. Nou, we gaan de heek eventjes fileren. Voordat je de heek gaat verwerken, dan moet je ook even ontschubben. Want er zitten heel veel schubbetjes zitten erop. En die moeten voorzichtig zien te verwijderen. Dan kan je natuurlijk gewoon een schubtangetje van nemen of je doet de achterkant van je mes. En waarom voorzichtig? Ik gaf al aan, de heek is natuurlijk kwetsbaar. En hoe harder je drukt op de vis, dan druk je eigenlijk een beetje de structuur van de filet uit elkaar. Dus dat is niet de bedoeling. Dus voorzichtig schubben. En als alles eraf is, even spoelen onder water en goed droog deppen. En dan vervolgens ga je aan de slag met het maken van moten of filetje. Dus nu is je klaar voor het maken van mootjes. Wat doen we als eerste? Eventjes de kop lossnijden. Want dat gebruiken we niet. Schuin insnijden, hè, aan twee kanten. En dan zit hij nog aan de middengraad vast. Dus dat is mes erop zetten en je drukt de kop eraf. Vervolgens gaan we de vinnen eraf knippen, want dat is natuurlijk niet zo fraai. En dan doe je eigenlijk het makkelijkste met een schaar. Kijk. Ook aan de buikzijde zitten graten. Die kan je gewoon het beste even je schaartje erin zetten. Nou. Nu is hij eigenlijk gewoon klaar om mooie moten te maken. En dat kan je natuurlijk met gewoon een klein mes doen. Maar je kan natuurlijk ook gewoon even wat grover geschut gebruiken. En dat maakt het een stuk makkelijker met je vervaren van je mootjes. Beginnen bij de staartzijde. Insnijden. Voelen dat je op de graad zit. Klein tikkie. En je staart is eraf. Nou, afhankelijk van de positionering die je wil, dan ga je natuurlijk gewoon aan de slag. Dit lijkt wel een mooi mootje. En nu kun je gelijk zien hoe vers jouw heek is. Is het bloed zwart van binnen, dan is de kwaliteit gewoon belabberd. En dit is mooi. Kijk, het druppelt er al een beetje uit. En dat is een teken van versheid. Dus eigenlijk het beste is dat je de mootjes lekker laat uitbloeden. Even afspoelen, goed afdeppen. Dan gaan we nog een kleiner mootje maken.
Als je heek vrij zacht is, moet je echt heel voorzichtig mee omgaan. Kijk, dit is helemaal perfect. Doordat hij kwetsbaar is en je zou te hard drukken, dan druk je eigenlijk het hele beestje uit elkaar. En dat is niet wat je hebben wil. Nou, hier kan je natuurlijk in de keuken fantastisch mee aan de slag. Oké, dit zijn de moten. En nu laat ik je ook zien hoe je filet maakt. En wat je dan eigenlijk moet doen, is vrij simpel. Zijf in optillen en je snijdt het in schuin achter de kop, want hier zit natuurlijk ook een gedeelte vlees. Schuin insnijden. Houd er rekening mee dat de heek een kwetsbaar visje is. Dan vervolgens draai je hem om. Tilt aan deze kant weer die fin op. Schuin insnijden. En nu is hij klaar om mooie filets te fileren. Dus schuin insnijden op de graad met je mes. En vervolgens ga je over de ruggraat heen. Met het puntje van je mes, heel voorzichtig. Niet te hard drukken met je hand of te hard drukken met je mes. Want dan beschadigt hij uiteindelijk. Klein beetje opliften. Je mes een beetje goed vlak houden. En kijk eens dan. Je ziet die hele middengraad al zitten. En ook de heek heeft een opstaande middengraad. En zeker ook de buikwand. Dus we steken hier ons mes over de middengraad heen. Zie je? En uiteindelijk steek je hem door de onderzijde heen en je haalt hem naar achteren. Dan is het staartgedeelte al los, maar nu moet de voorkant nog. Je kan in één keer je mes over de buikgraat halen, maar dan moet je een beetje geoefend zijn. Het kan ook wat simpeler. Dus je snijdt de buikzijde een klein beetje los hier. En je ziet hier al de buikgraten zitten. Nou, het is een kwestie van je mes erachter zetten. En met je puntje ga je er langs. En zo haal je die buik los. En je begint hier, een beetje van achter naar voren. Het puntje van je mes gebruiken. Een klein beetje eraan trekken. En je hebt een prachtig mooie filet. Stel dat je de staart ook niet fraai vindt omdat je de rug wil gebruiken. Snijd je dit af. En uiteindelijk kan je hier dus ook gewoon je lekkerbek van maken. En dat is wat eigenlijk hedendaags ook veel gebeurt. Waanzinnig mooi visje. En lekker.